In de speciale finalistenvideo's kijk ik met jullie terug naar het afgelopen seizoen. Ik bespreek de top 10 molacties, de top 3 anti-molacties en de beste hints naar de finalisten. Dit doe ik zodat jij nog een betere keuze kunt maken tussen wie van de 3 nou de mol is. Laten we dus maar snel gaan beginnen met deze finalistenvideo. Yo mensen, welkom bij de laatste finalistenvideo. Deze keer met de finalist Everon Jackson. Hoi. Laten we dus maar snel gaan beginnen met de top 8 molacties van Everon. Aangezien hij meer hints heeft dan molacties die vol in beeld zijn te zien, heb ik ervoor gekozen om 8 molacties uit te leggen. Molactie nummer 1. Deze gaat over de opdracht dat Everon als enige niet op een jetski ging zitten en het overzicht moest gaan houden op de middelste boot. Echter had Everon totaal geen overzicht bij deze opdracht en deed hij maar wat en probeerde hij wel wat te doen, maar hij molde wel echt daar zodat er uiteindelijk toch een boot verkeerd was. Molactie nummer 2. Dan gaan we naar de opdracht Zwanenmeer, waar hij een molactie uitvoert met de portofoons. Als Letitia, de naam die ik nog steeds niet kan uitspreken, in het water ligt, dan lijkt het alsof Everon over de waterfiets van Letitia duikt. En vervolgens met zijn hand de portofoon op een andere zender te zetten. Lekker! Oh, ga los. Zodat zij tweeën niet meer konden overleggen met de andere kandidaten. Molactie nummer 3. Dan vliegen we terug naar aflevering 1, opdracht 1, aftroeven. Hier maakt Sahil namelijk een schijnbeweging die door Everon is aangestuurd. Sahil wilde naar het geld rennen, Everon hield hem tegen. Het kan dus zijn dat Everon zelf het geld wilde pakken, want er staat natuurlijk uiteindelijk ook een hint op dat molbiljet. Dan molactie nummer 4. Deze gaat over aflevering 1, opdracht 3, de livestream. In de serie Niet de Mol zei Suzanne tegen Splinter dat Everon er erg doorheen zat qua emoties tegenover Glenn. Dit kan dus de reden zijn dat Everon van Glenn de vrijstelling uiteindelijk heeft gekregen. En dat dit ervoor gezorgd heeft dat er misschien nu wel 5000 euro uit het pot gaat in de bekendmaking. Molactie nummer 5. Deze gaat over de opdracht met de metaaldetectors en de steponderdelen. Hier is Everon namelijk heel erg verwarring aan het zaaien door Kim Lian steeds naar een volgende plek te sturen. Hierdoor kan Kim niet eens serieus zoeken naar onderdelen, maar is ze alleen maar aan het graven. Molactie nummer 6. Deze gaat erover dat Everon tot 3 keer toe geld pakt in de eerste opdracht van de finale aflevering. De titel van die aflevering was Bedriegen, waarin de 3 gemarkeerd was. Hij haalt dus 3 keer geld op en bedriegt daarmee iedereen. 130 euro, jongens. Dan molactie nummer 7, dat is een hele leuke molactie. We horen namelijk in de opdracht afrekenen van de finale aflevering dat er een zakkenroller actief is genaamd de mol. En even later zien we Everon letterlijk vuilniszakken over de toonbank rollen. Nou dan molactie nummer 8, eigenlijk geen molactie te noemen, maar dan kijken we naar de Follow the Money. En dan zien we dat Everon in het midden ligt tussen Kim en Freesia in. Freesia heeft het minst, Kim heeft het meest en Everon zit er tussenin. Is een ideale positie als mol zijnde. Goed, dan gaan we nu verder met de 3 anti-molacties. Anti-molactie nummer 1 gaat over de pijl- en boogopdracht. Hier vindt Everon namelijk heel veel sleutels waarmee ze uiteindelijk de pijl en bogen konden pakken. En daarnaast schiet hij de pijl en bogen ook gewoon goed, zodat andere kandidaten daar ook vervolgens weer geld mee kunnen gaan verdienen. Anti-molactie nummer 2 gaat over de opdracht net of net niet. Hier zorgt Kim er samen met Everon voor dat er een voetbal in het plusgeldnet vliegt. Waardoor er dus geld wordt verdiend door deze twee kandidaten. Anti-molactie nummer 3 gaat ook over de follow the money. Everon heeft namelijk best veel verdiend in tegenstelling tot Freesia, die bijvoorbeeld vrij weinig heeft verdiend. En voor de rest was Everon gewoon een goede, chille gast in het spel. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar zijn molacties als hij de mol blijkt. En zijn anti-molacties als hij ook de mol is, zeg maar. Dan tot slot nog de 3 beste hints naar Everon als mol. Allereerst kijken we naar de test uit aflevering 5 en aflevering 7. En horen we dat in de montage precies dezelfde verdenkingen zijn uit deze 2 afleveringen van Everon. De montage heeft dus de biecht uit aflevering 5 of uit aflevering 7 in beide afleveringen laten afspelen.
Dat is heel erg verdacht. En misschien proberen ze hier wel iets te verbergen van de mol. Dan als tweede hint, die gaat over de twee klokkentorens die een verschillende tijd aangeven in de aflevering Coulissen. Als we deze tijden opzoeken in de aflevering Coulissen, dan krijgen we Everon op beide momenten te zien. Dan tot slot nog een afleveringstitel hint. Deze gaat over de titel Mollenvanger. Tijdens de opdracht met de kleedjes liep Thomas een beetje achter Everon aan. Everon liep een straatje in. Hij hoopte dat hij alleen was als mol zijnde, zodat hij kon mollen. Maar Thomas die ging hem in de gaten houden. Ik heb je in de gaten, vriend. En daardoor heeft Thomas misschien wel de mol gevangen en kon Everon niet heel veel mollen. Zou een hele goede hint zijn naar Everon als mol. Goed, ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze laatste video over de finalist Everon. Natuurlijk hoop ik ook dat je de andere twee video's van Kim en Freesia ook hebt gezien en dat je daar ook wat aan hebt gehad. Aankomende zaterdag is natuurlijk weer de bekendmaking. En ik zal dan op de zondag een allerlaatste video plaatsen van Wie is de Mol Nederland. Daarna zou ik natuurlijk verder gaan met de Wie is de Mol België. En ga ik verder met mijn eigen series die ook heel vet zijn om te doen. Dus abonneer zeker voor meer, aangezien er na Wie is de Mol nog super vette dingen gaan komen. En dan zie ik jullie zondag weer voor de laatste Wie is de Mol video. Veel plezier met de bekendmaking en dan zeg ik laters.